Ja, dat zijn voorbeelden voor mensen om in beweging te komen. Ik kan alleen maar trots zijn als wethouder sport dat deze drie mensen gewoon in Breda wonen. Breda Nu. Je weet het meteen. Op donderdag 4 april werden de drie medaillewinnaars van de Special Olympics World Games gehuldigd in Breda. Dit werd gedaan door burgemeester Paul de Pla en wethouder Daan Kwaars. Ja, wat we hier vandaag gedaan hebben is dat we als stadsbestuur, de burgemeester en ik, samen drie ontzettende mooie sporters in het zonnetje hebben gezet. Jordan, Cynthia en Femke, gouden medaillewinnaars bij de Special Olympics in Abu Dhabi. Alle drie een gouden medaille gewonnen, waarvan eentje zelfs twee gouden medailles. Ja, als je dat in je stad hebt, als je dit soort niveau zeg maar, in Breda hebt zitten, dan moet je daar en wil ik daar dolgraag aandacht aan besteden. Hoe was het om mee te doen? Geweldig, hele ervaring. En hoe lang heb je hier dan voor getraind? Ongeveer 1,5 jaar. En hoe lang doe je al atletiek? Vanaf 2011, dus ongeveer 10 jaar. Zo. En wie is nou je grote voorbeeld? Daphne Schippers. Waarom? Ja, hoe zij het doet en hoe zij met medailles omgaat. Gewoon geweldig. Wat hebben jullie daar allemaal gedaan? 1500, verspringen en estafette. En 4x400, hè? Ja, dat is echt. 4x400. En hoe voelde het om te winnen? Leuk. Leuk. Ja, we waren vooral heel blij. Nou, wat heel belangrijk is, is dat iedereen moet kunnen sporten. Of je nu 1 bent of 101, of je nu valide bent of minder valide. Het gaat erom dat iedereen beweegt, dat iedereen fit is, gezond blijft. En er is niks mooiers dan drie van dit soort voorbeelden in de stad te hebben. Jordan, Cynthia en Femke, die een gouden medaille hebben gewonnen op de Special Olympics in Abu Dhabi. Ja, dat zijn voorbeelden voor mensen om in beweging te komen. Ik kan alleen maar trots zijn als wethouder sport dat deze drie mensen gewoon in Breda wonen. Breda Nu. Je weet het meteen.